Ja, dus ik dacht bij mezelf, wat die Maurice de Hond kan, ja, dat kan ik misschien ook wel even doen. Ja, dus ik heb er even snel een mini-enquêtetje uitgegooid onder de volgers van het YouTube-kanaal. En ja, en ik heb alleen maar aan hun gevraagd, één vraagje maar hoor. Dus ik zeg het al, mini-enquêtetje. Eén vraag: moeten er nieuwe verkiezingen komen? Nou, toch vind ik een verrassende uitslag. Hier, kijk even mee. Daar komt ie. Ja, daar is de uitslag. Kijk eens even aan, zeg. Overweldigende meerderheid. 87%. Ja, die zegt ja. En 13% zegt nee. Ja, 2500, je ziet het staan. 2500 mensen hebben gereageerd. Dank je wel daarvoor. En ze hebben er ook vaak iets bij geschreven. En zeiden ze tegen mij, ja, bijvoorbeeld onder de ja-stemmers. Die zeggen allemaal van, nee, alle ballen op Geert. En we gaan weer nieuwe verkiezingen houden, want dit wordt toch niks. En we zijn helemaal klaar, schrijven ze, met die onzicht. En met die man, daar valt toch niks mee te bereiken. Dus we gaan alles op Geert zetten en dan hopen we met nieuwe verkiezingen dat hij aan misschien wel 70 of 80 zetels kan komen. Zo denken ze. Ja, want het vertrouwen onwrikbaar bij de PVV-stemmer in Wilders en zij willen gewoon graag nieuwe verkiezingen. Nou, en dan heb je dus de nee-stemmers. Die zeggen, nou ja, die waarschuwen eigenlijk alleen maar. Ja, want die zeggen, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Want dan komt Timmermans, ja, de groengoeroe, die komt aan de bal. En stel je voor dat hij dan toch met die omzicht en de VVD, ja, een coalitie gaat vormen. Ja, wil je hem die kans geven? Dat vragen zij zich af. Ja, en aan anderen die waarschuwen van die nee-zeggers, die zeggen, nee, kijk nou uit. Want nieuwe verkiezingen betekent gewoon weer het hele circus van vooraf aan. Met verkiezingscampagnes, debatten en dan nog eens een keer weer de hele formatie. En al die tijd zitten we dan met dat vervelende demissionaire kabinet. Ja, dus daar wordt ook voor gewaarschuwd. Maar toch, vrienden. 87% van de mensen, ja, die willen gewoon dat dit ophoudt, deze formatie, en nieuwe verkiezingen. Nou ja, dan moet het maar gebeuren.